Jacob Koonstam, hartelijk welkom. Dank je dat je dit uh, uh, wilde doen. En, en de reden dat uh, wij in het kader van uh, het dossier verzelfstandiging dit gesprek hebben, dit interview hebben, is omdat jij voorzitter was in 2003 van een interdepartementaal beleidsonderzoekswerkgroep, de Commissie Koonstam. Uh, waarin jullie ook het nodige over uh, verzelfstandiging hebben uh, gezegd. Een herkenbare staat investeren in de overheid. Maar misschien is het toch aardig om te beginnen met uh, je eigen ervaringen met uh, zelfstandige bestuursorganen. Want je bent op dat punt wel een ervaringsdeskundige. Uh, als Tweede Kamerlid bij de Nationale Ombudsman betrokken geweest, bij de politie. Uh, voorzitter van, hoe heette het toen ook weer? Want nu is de autoriteit persoonsgegevens. Bescherming persoonsgegevens. Precies, dat was ja. het: Bescherming persoonsgegevens. En nu voorzitter van de uh, regionale toetsingscommissies uit. Ja. Ja. Dus misschien is het aardig om, en je bent uiteraard staatssecretaris van Binnenlandse Zaken geweest. Uh, is het aardig om daar ook iets te beginnen met je ervaringen nu, hoe je er tegenaan kijkt. En dat kunnen we dan aardig gelijk mij confronteren met wat er destijds in 2003 in dat rapport is opgeschreven. Uh, misschien. Het geestig om te zeggen dat toen ik benoemd werd als voorzitter van het College Bescherming persoonsgegevens, was dat rapport net uh, verschenen. En toen is er wel ontzettend gegegeld wat het rapport uh, van de interdepartementale beleidsgroep is, eigenlijk waar het rapport van de commissie Cootsam is, is heel gesereerd waar het ZBO's ja. betreft. Ja. Uh, uh, no, nee, tenzij. Nee, tenzij. En de voorzitter van die commissie wordt nu voorzitter van een ZBO. ZBO. Dus ja. daar werd ge echt gegiegeld van. En ik kon uh, volhouden dat ook in de letterlijke tekst van het rapport, nou het college Bescherming persoonsgegevens een typisch voorbeeld was van um, een, 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 een organisatie die op armslengte moet zitten en dus een ZBO is. Ja, toen ben je De... de, de, de uh, voor het college bescherming persoonsgegevens, grond, bijvoorbeeld Europese wetgeving, ja. totale onafhankelijkheid. Het college bescherming persoonsgegevens houdt toezicht op de wijze waarop ook de overheid uh, zich uh, gedraagt in het, uh, op het terrein van privacy in relatie tot alles en nog wat. Maar dus moesten wij toezicht houden op de overheid en dan is het toch niet mooi om onder de politieke verantwoordelijkheid van diezelfde overheid te vallen. Dat was de basisvariant. In het rapport Koonstam, als uh, zeg maar, hè, dat, dat zeiden jullie, het meeste kan binnen de ministeriële verantwoordelijkheid worden geregeld. Maar als het onafhankelijk moet zijn van de politiek, dan is er, kan er een reden zijn om ja. het op afstand ja. te zetten. En dat, en dat heeft zich bijvoorbeeld. Um, het is een mooi, mooi, echt casuïstiek voorbeeld van. Uh, ik had ieder half jaar een overleg met de minister van Justitie, onder andere. Als, als voorzitter van het CBP um, was het op dat moment Ernst Heersbalin, ja. die ik goed ken en waar ik het goed mee kon vinden. En die begon tijdens het gesprek over een onderzoek waar we mee bezig waren, gericht op iets wat onder zijn verantwoordelijkheid viel. En ik heb echt geen seconde getwijfeld en uh, gezegd, Ernst, als je hiermee doorgaat, drink ik de koffie niet eens op en ga ik weg. En Ernst hield er meteen mee op, overigens. Maar dan zie je dat, dat, ja. dat daar. Zo'n casus, leuk om te zeggen. Maar dat, dat het luistert nou. Nou, als je nu kijkt naar. En, 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 en het ingewikkelde daar is natuurlijk altijd het budgetaire. Want je valt wel onder het budget van ja. uh, uh, nou ja, de overheid. Of zeg binnenlandse ja. zaken, justitie. En, en um, daar zit natuurlijk dan toch ook een afhankelijkheid. Uh, die er die de, ...die de totale zelfstandigheid in ieder geval in de weg zit. Uh, je, je, je blijft ook wel een beetje kijken van... Hey, um, ...zijn de relaties zodanig dat het niet betekent dat je gekort wordt op het budget... Ja, uh, ...en er daarmee ingegrepen wordt op je inhoud. Nu naar het coördinerend voorzitterschap... ...zoals het heet van de regionale toetsingscommissie Zuid de Azië... ...is bijna een kleine rechtbank met 45 leden... 30 griffiers, 7, kleine 7000 zaken per jaar. Um, echt, ja, individuele zaken, dossiers waar niemand iets van moet weten behalve wij... en waar we uiteindelijk van kunnen zeggen goed gedaan of niet goed gedaan. Even kort weergegeven. Ja. Is geen ZBO. Valt dus direct onder de minister. Er is weliswaar afgesproken dat de minister zich niet met de inhoud bemoeit. Maar hij kan... Maar hij zou het kunnen doen. Het en het, kunnen het meest curieuze doen. feit dat zich daar voordoet, is de functioneringsgesprekken met de medewerkers. Die vallen onder de minister. Ja. Maar de minister mag niet aan de inhoud komen. Dus het zijn functioneringsgesprekken waarover de inhoud niet gesproken mag worden. Ja, dan, 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 dan gaan er dingen gewoon heel erg scheef. En dan proberen we daar wel een mouw aan te passen door daar die functioneringsgesprekken samen te doen. Althans niet ik, maar de directeur van de, de RTE, regionale toetsingscommissie Zuid-Russie. En degene die voor de minister of voor het ministerie de functioneringsgesprekken doet, die doen het samen. Maar het blijft een merkwaardig uh, feit. En ook daar omdat wij individuele zaken beoordelen. En met dat oordeel mag de minister niets dan zeggen van... Ja, we moeten de wet wijzigen, want deze jongens interpreteren de wet op een foute wijze. Maar dat is prachtig, dat, dat, dat hoort ook zo. Is het typisch iets wat een ZBO zou moeten zijn en niet is? En mijn pleidooi sinds ik voorzitter van die club ben is: maak er een ZBO van. En de reactie van iedereen, ambtelijk in eerste nee, instantie, wap. ZBO is exit. Dat, als je alleen de naam alleen al noemt, ja. eh, eh, heb je het pleit eh, de, verloren. Is dat een van de redenen waarom jullie destijds in dat rapport uh, een herkenbare staat, eigenlijk pleiten voor uh, zelfstandige overheidsrechtspersonen, dus niet bestuursorganen, om als het ware, zeg maar, de rechtspersoon van de overheid te scheiden van het. Openbaar bestuur en het gezag van de minister is, ja, is, Want dat, ik heb me verbaasd over die term. He. Waar komt ja, nou ineens een zorg vandaan? Ja. <laughs> maar is, ja. is dat wat erachter zat? Nou in ja, het uh, 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 is 15 jaar geleden. Ja, uh, is, uh, heel precies, weet ik het niet meer. Maar in ieder geval waren er uiteindelijk um, uh, 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 zoveel mogelijk binnen de overheid houden. Ja? Ja, nee, dat... tenzij. Ja, precies. En als het niet anders kan, dan als een, als een next best. Proberen met zo'n soort constructie. Ja. Um, de drang om ja, uh, een zekere zelfstandigheid toe te laten, maar binnen de overheid een aparte rechtsvorm ja, ja, uh, ja. te geven. En uh, kennelijk. Ben jij op basis van de ervaring als voorzitter van die, regi die overkoepelende regionale toetsingscommissies uh, uit de nazi tot de conclusie gekomen dat het, uh, zeg maar het argument wat ook woog bij het instellen van een ZBO, namelijk het moeten kunnen beslissen in vrijheid over individuele gevallen, dat was een van de drie ja. criteria van het rapport van de commissie Sint, dat dat toch een valide criterium kan zijn? Ja. En het, je ziet het natuurlijk, het argument daartegen is altijd de Belastingdienst. Te zeggen, ja, daar wordt ook over individuele gevallen beslist. Maar wellicht zou ik mij kunnen voorstellen dat het de gevoeligheid is van de uitspraken, die jullie moeten doen als een soort mini-rechtbank over de zorgvuldigheidseisen die in de euthanasiewet verankerd liggen over het beslissen over euthanasieverzoeken, dat, dat dat maakt dat je eigenlijk ook echt als het ware een beschermingsconstructie zou willen opwerpen. Ja, ja. ja. en, en um, in het geval van de euthanasie komt daar nog eens bij dat de bedoeling van de commissie is afstand te creëren tussen de arts aan de ene kant... Ja. En het Openbaar Ministerie en de Inspectie ja, ja. Gezondheid en Jeugd aan ja. de andere kant. Ja. En dus is het een sluis, ja. um, waar, waarbij overigens de, de commissies altijd bestaan uit een ethicus, een arts en een jurist. Ja, de, de, Het is sui generis, maar ja. wel in individuele zaken oordelend, ja, ja. Ja, waardoor het eigenlijk voor de hand liggend is om de, 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 de afstand van de ja. overheid, van de politiek, te vergroten. Ja. Ervaren jullie nou ook dat uh, omdat die beschermingsconstructie in de vorm van zo'n ZBO of een, een ZOR of hoe het dan ook mogen heten, er niet is, dat, dat er toch meer uh, uh, druk vanuit de politiek is op deze organisatie? Ervaar je dat ook zo? Of, of is het zo'n gevoelig dossier dat. ...de politiek als vanzelf op afstand blijft. Ik, ik ben nu 2,5 jaar... Ja. Uh, uh, ...bijna drie jaar... Uh, uh, ...voorzitter van die regionale toetsingscommissie... ...Zuid tot, tot nu toe... Um, uh, is, ...is de terughoudendheid van de politiek... Uh, ...naar mijn gevoel... ...adequaat. Ja. Ja. Um, uh, de, de, de gevoeligheidsgraad... ...blijft groot. Um, en... Nou ja, dat betekent af en toe passen en meten. Ja. Uh, een voor klein voorbeeld te noemen. Uh, we zijn volstrekt onafhankelijk en doen ons oordelend werk op de wijze waarop we denken dat we dat moeten doen. En ik denk dat we dat goed doen en in ieder geval naar ere geweten. De wet zegt dat wij het jaarverslag aanbieden aan de minister, ja. die vervolgens het jaarverslag aan aanbiedt aan de Kamer. Ja. En ik denk. Maar wacht nou eens even. Uh, ik wil het heel graag eerst aan de minister geven, dat gaat niet. Maar direct aansluitend ja. wil ik het aan de Kamer geven. Want ik vind dat wij verantwoording moeten afleggen. En dat kunnen we in een gesprek met de minister doen van ons jaarverslag. Maar en dat gaat ook over inhoud. Hey, hoe komt het nou dat je besloten hebt dat het minder ruim of ruimer of niet of wel kan? Dat je, dat, dat je als, als niet zijnde ZBO, maar zeg eventjes als we ZBO zouden zijn, dat je wel rekening en verantwoording hebt af te leggen. En dat in een politiek gevoelig dossier als het euthanasie dossier, vind ik dat je daar ook gewoon de Kamer in moet. Wat mij uh, opviel in het rapport van 2003, uh, is dat uh, het, het eigenlijk een bijna sta een staatsrechtelijke invalshoek heeft. Heel sterk staatsrechtelijke invalshoek. Um, en dat in dat rapport eigenlijk heel veel wordt neergelegd op het bordje van de minister, hè? het nee, het nee tenzij. Uh, nou is in later jaren, uh, als ik uh, het rapport uit 2013 over ZPO's uh, heb gelezen, is, is het idee laat ZPO's ook rechtstreeks aan de Kamer verantwoording kunnen afleggen in aan bijvoorbeeld een vaste kamercommissie zou dat ook een een uitweg zijn uit het dilemma wat het rapport uit 2003 schetst, namelijk dat je met uh, uh, organen die op afstand van de politiek verantwoordelijke staan als het ware vervreemding inbouwt. Dat kun je op twee manieren oplossen. Je kunt ze terugbrengen naar de minister, maar je zou ook kunnen zeggen: nee, je versterkt juist de relatie naar het parlement. Ik kom daarop omdat je het over dat jaarverslag. Ik, het, het denken staat niet stil, en wat mij betreft is dat de ontwikkeling ja, die ja. ik in ieder geval heb ja. doorgemaakt. Ja. Met de ervaring zowel bij het Precies. CBP, College Bescherming Persoonsgegevens, waarbij ik het jaarverslag in een openbare zitting van de commissie uh, Binnenlandse Zaken ja. aan uh, de, de Kamer aanbood en direct een debat kreeg over het ja. jaarverslag. Dat zou ik voor de uitdaging ja, ja. ook uh, wenselijk vinden. En, en um, Verder, want dat vind ik wel een essentieel onderdeel, onder de ombudsman vallen. Voor zover het niet de individuele dossiers betreft, natuurlijk, maar wel onder het, de wijze waarop je intern opereert, helemaal aar, um, om het zo maar te zeggen, de ambtenaren rechtelijk uh, de, 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 de balken in de norm als, als, als absolute top. Dat je, dat, je, dat je helemaal in diezelfde geest tuurlijk, tuurlijk. opereert, is wel heel ja. essentieel, want wat ik me herinner van. De discussie in 2003 is dat je daar hele rare ja. elementen zag. Ja. Uh, ja, dat ja, een ZBO feitelijk gecreëerd was omdat de CEO vond dat hij meer moest verdienen en dat iedereen bang was dat je mannen niet kon krijgen. En dus moest het maar een ZBO worden. Even flauw ja, gezegd. Ja. Nee, nou, ja, dat, daar... dat, dat, ik herinner me die discussie ook uit ja. mijn SG-tijd. Uh, ja. uh, dat daar waren inderdaad. De onafhankelijkheid staat niet in de weg aan het vallen onder uh, dezelfde normen als het ambtelijk apparaat. Ja, ja. En, en, en ik heb een boutenstelling, en dat is even in euro's gesproken: dat het echt mogelijk moet zijn om voor 170.000 euro per jaar op te komen. Ja, dat, uh, ja, die, die stelling die <laughs> zou ik ook graag onderschrijven. Ik denk. Uh, <laughs> precies, ja. dat denk ik ook. Misschien toch eventjes um, uh, naar 2003. Hè. Uh, het, het was natuurlijk een, een, een andere tijd, maar jij hebt toen die werkgroep voorgezeten, de commissie uh, uh, Koonstam. Uh, eigenlijk was, was de vraag of de, de intentie van het kabinet van nou. Werkgroep, doe ons een advies in onder welke omstandigheden je nu afwijkt van de regel dat uh, zeg maar alle overheidstaken onder de, rechtstreeks onder de ministeriële verantwoordelijkheid uh, uh, vallen. Hou ook rekening met transparantie, doelmatigheid enzovoort. Herinner jij je nog hoe je toen met die opdracht aan de slag bent gegaan? Wat, wat jullie werkwijze was en waar de werkgroep tegenaan liep, welke dilemma's de werkgroep toen besproken heeft. We hebben in ieder geval met een, een groot aantal mensen... De hebben we uitgenodigd om, om ons te vertellen wat zij ervan dachten. Ja, ja. Ik meen zelfs te weten dat jij ook... Ja, dat be, is ongetwijfeld, geweest. ongetwijfeld. <laughs> ongetwijfeld. Uh, uh, maar ook, ja. ook uh, 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 mensen die diep in ZBO's zaten van de verschillende categorieën. Ja. Um, en de uh, Herman Tjekwilik hebben we ja. onder andere uh, gehoord, die grote indruk maakte. Um, en tenzij, dit is, is 15 jaar geleden, maar een van de dingen waar ik tegenaan botste en nog steeds van vind dat het onzin is. <laughs> Terwijl ik, ik heb er onvoldoende over doorgedacht, maar dat is wel wat ik vind. de, de de vraag of de overheid ook effectief kan zijn. Ja. En, en um, nou ja, de hele... Effectief en efficiënt. Was effectief en al... efficiënt. Ja, ja, right. en, en, en dat je dus marktwerking als het ware... Nou ja, dat is dan van iets latere orde. Maar uh, zou, moeten, zou, zou moeten introduceren dat je de ZBO's... los van de overheid, effectiever en efficiënter zou kunnen... Burgerschap kunnen doen bedienen. dan de overheid dat zou kunnen. En bij mij wil het er gewoon niet in dat dat waar is. Um, een overheid moet zich ook intern zo kunnen organiseren. dat het efficiënt en effectief is. En misschien af en toe. in een, in een wat vastere rolverdeling. later misschien over terug te komen. maar de staatscommissie parlementair stelsel. waar ja, ja. ik lid en vicevoorzitter van was. Um, Schoenmaker, hou je bij je leest. En dat dus de Kamer ook niet gaat graven in zaken waar ze nou juist die op enige afstand van de minister hebben geplaatst binnen het apparaat. Wat heel goed kan. Ja. Maar dan moet je je daar ook niet mee gaan bemoeien. Het debat nu over kinderpardon. En bij IND leggen van uh, de discussionaire, discussionaire bevoegdheid. bevoegdheid. Uh, ik weet niet precies of dat gaat werken, maar de, 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 de gedachte, um, je delegeert een aantal dingen binnen de overheid en spreekt af dat dat daar blijft liggen. De verantwoordelijkheid of de verantwoording van die overheidsinstantie, anders dan wat dan de Oekase kok heet, laat. Mensen daar zelf ook naar de Kamer toe ja. rapporteren. Ja. En uh, de discussie ja. aangaan met Kamerleden. Zodat de Kamerleden ja. weten wat er gebeurd is. En vervolgens de minister kunnen aanspreken op wet en regelgeving. Ja, op het stelsel. Op het ja. stelsel. Ja, ja. ja. En, en, ja gewoon omdat een Kamerlid natuurlijk ook graag voor de camera wil zijn. En het nieuws wil maken. In een individueel geval gaat het al gauw. Wordt het zompig. En ja. daar een, een beter grens bewaking handhaven is wel heel essentieel ja. 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 en wat mij opviel in dat rapport is dat jullie uh, eigenlijk zeggen je moet niet uh, je moet niet de organisatie op afstand zetten maar de taak en daar heb ik heel erg over zit puzzelen kan je nou een onderscheid maken tussen de taak die je op afstand zet en de organisatie want voor het uitoefenen van de taak heb je een organisatie nodig. Dus herinneren, kan je je nog herinneren. waarom jullie destijds dat onderscheid hebben gemaakt? Is dat wellicht om uh, als het ware de, de overheid kunstmatig kleiner te maken. door uh, onderdelen eruit te duwen, te duwen? Dat jullie daar als het ware een grens hebben getrokken? Dat je zegt je moet primair denken vanuit de inhoud. en niet denken vanuit het organisatieonderdeel of wat, wat was daar de achtergrond van? Weet je dat nog? Ik zou het heel eerlijk gezegd niet. Niet meer weten. weten. Nee, Oké. Okay. Nee. nee, nee, want het. het, het ik had een heel verhaal gaan houden. Ja, he. ja, dus, nee, het, het, het viel mij, uh, het, het viel mij heel erg nou, op. Ik dacht, ja. Nee, uh, ik, ik, hoe ik weet, weet het niet dan? meer. Ik doe trouwens denken aan de, 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 de watjes die ik gezien heb of met met met, met nog met Joop den Uil. Um, goede vraag. Twee dingen en dan ging je over een hele andere... En dan ging heel je anders, ging het he? over een hele andere niet. <laughs> Inderdaad, ja. <laughs> nou ja, dat, ik Wees, dacht... Ik ga, van, ga goh, spel op, niet zo spelen. Ik nee, 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 dat, ja. lijkt, mij, dat <laughs> lijkt mij ook niet. Maar ik, kijk, dat, dat herinner ik mijzelf ook nog wel. De tijd dat ik me met dit onderwerp bezig hield... Daaraan voorafgaand, eigenlijk in de hele jaren negentig... en eind jaren tachtig, was heel erg ingezet... Uh, we moeten heel veel naar de markt brengen. En ja. er zijn ook dingen naar de markt gebracht die bij nader inzien beter niet op de markt gezet ja. hadden kunnen ja. Ja. worden. Ja, nee, en, en, en ik ben daar nooit een voorstander nee. van geweest. Nee. Nee. Uh, uh, hou het, uh, maar dan ge, zo, zo uh, helder mogelijk. Uh, hou het bij de overheid uh, politieke verantwoordelijkheid voor zover dat kan. Maar hou het binnen de organisatie als het even kan en ga niet de markt ja. op. Uh, 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 hoewel ik daar uiteindelijk ook wel aan mee heb moeten werken, ben ik toch nog altijd een groot. Ben ik in mijn hart ook altijd een tegenstander geweest. Bijvoorbeeld om uh, uh, in, in de hele scheiding bij de volksgezondheid en de, de verzekering, om het zomaar te zeggen. Ik, ik vind dat politie, justitie, volksgezondheid, onderwijs. Zijn core, is core business van de overheid. En moet je daar ook eigenlijk houden? Dus misschien uh, word ik op latere leeftijd toch steeds meer sociaal Oh! Nou, dat biedt nog op. <laughs> Hoewel de sociaaldemocraten erg hebben meegewerkt aan de vermarkting, ja. Waar ik niet ja, zo ik zeggen, van was. Ik, ja, Ik, ja. ik schuif op ja. latere leeftijd juist <laughs> naar het sociaal-liberalisme op. Dus <laughs> we kan elkaar nog wel ergens tegen. Herinner jij je nog. Um, hoe dat rapport destijds ontvangen is. Wat, 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 het, is een, het is eigenlijk wat bijzonder. Hè? Het was een, een, een IBO, maar eigenlijk ook wel weer een onafhankelijke ja. werkgroep. Um, is er iets mee gedaan? Is het, uh, het, het was natuurlijk in een bijzondere periode, 2003-2004. Uh, de LPF uh, was net uh, in, uh, eigenlijk daarvoor had je dat korte kabinet Belkenende met de LPF gehad. In 2003, begin 2003, nieuwe verkiezingen. Heeft dat nog invloed gehad op de manier waarop uh, vanuit het politieke bestuur is gekeken naar dit rapport? Als ik het goed, ik, ik ben gevraagd om voorzitter te worden van, van, deze, van, van deze groep door Gerrit Salm en Tom de Graaf. Ja. ja. Um, en de reactie op het rapport is van Alexander Pechtel als minister ja, van BZK. want Tom was BZK. toen ja. afgetreden en, na de burgemeesters. Ja. Uh, en uit de, 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 het, het rapport de werd dus door, de, door Gerrit Salm en door Tom de Graaf of later Alexander uh, Pechtel. Uh, in, in zeer positieve zin in ontvangst genomen. Dat is één. Dat is natuurlijk nog het makkelijkste. Ja. Ik denk dat, dat uh, Gerrit Zalm er nog enthousiaster over was dan uh, Tom de Graaf of Alexander Pechtold. En Alexander Pechtold heeft vervolgens, uh, is er nog advies gevraagd over derde, over het rapport. Die brief heb ik herlezen. Ja. Um, en dat is een brief goed gedaan, jochie, maar we gaan het toch wat rustiger aan doen, <laughs> uh, 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 even, even in onparlementaire zin weergegeven. Ja, de, de praktijk was natuurlijk toch heel erg dat een ZBO instellen is makkelijker dan hem opheffen. Ja. Want vervolgens krijg je dus al die ZBO's die beginnen te spartelen en zeggen: van nee, maar dit is de enige, de beste manier om ons het belang dat jullie voor ogen hebben te dienen. En dat moet niet terug onder die al dan niet ministeriële verantwoordelijkheid. Dus je ziet dat daar een beetje water in de wijn gaat en um, dat de dingen weer blijven zoals ze waren. Ja. Ja. Ja, dus in dat Nou, nou had het rapport, en dat, dat is wel opvallend, het ging niet alleen over verzelfstandiging, het ging ook over uh, de nieuwe overheid. Hè? Dat, de, jullie doen ook een aantal in het rapport een aantal aanbevelingen over meer de blik naar buiten, het verhogen van de, van de transparantie. En, en daarom was waarschijnlijk waren zowel BZK als financiën, financiën. de opdrachtgever. Ja. Ik weet niet of daar uh, uh, heel veel van uh, terecht is gekomen. Er werd gezegd van nou ja, het is, uh, een nieuwe overheid moet één geheel zijn. En daarbinnen moet je eigenlijk als het ware afhankelijk van de taak die wordt uitgeoefend, de organisatievorm kiezen die daar het beste bij Best past. Dat was ja. eigenlijk het ja. de en kern. Het, 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 het gekke is dat, dat ik me niet herinner uh, dat we binnen de werkgroep uh, heel erg met politiek bezig zijn nee, geweest, nee. Uh, ook niet met Pim Fortuyn bezig zijn nee, geweest. ook niet. Um, uh, misschien, de, de, de samenstelling van de werkgroep was zo dat dat de relevante, relevantste departementen zaten Ja, precies, zaten dat is bij de IBO altijd ja. zo, hè? ja. Um, uh, en, en er is, er is hard en, en goed gewerkt, bij mijn weten. Um, de staatsrechtelijke invalshoek van, nou, die overheid nou Helder, zichtbaar, transparant, verantwoordelijk. Um, uh, bij ZBO's gaat het eruit, als het ware, is die transparantie veel Weg. minder. Ja, um, en, en als je vertrouwen in de overheid en ook de integraliteit van de overheid op de een of andere manier wil waarborgen, dan zul je daarin grotere transparantie moeten betrachten ja. en, en verantwoording afleggen. Ja. Ja. Elementen die daar natuurlijk dan heel erg in spelen. Ja. Overheid um, dienen uh, maar wel hoog in het vaandel houden. Ja. Ik ben ook secretaris geweest in Amsterdam. En toen ik uh, als SG bij het Rijk kwam, viel mij eigenlijk op: in, in gemeenteland is het heel normaal dat directeuren van gemeentelijke diensten rechtstreeks in raadscommissies ja. komen en daar ook worden bevraagd en verantwoording, altijd natuurlijk met de wethouder naast zich. En dat doet het Rijk eigenlijk helemaal niet. Nee. Dat, en dat het zou de... kunnen helpen. Ja. ja. En dat is de Oekazekok, kok, ja, zoals ja. hij genoemd wordt. Ja. Um, uh, en dat, dat heeft een vervormend, een misvormend ja. uh, element. Natuurlijk valt een ambtenaar valt onder de politieke verantwoordelijkheid. En uh, bij de beantwoording van politieke vragen zou de ambtenaar moeten zeggen. Hey, ja, het uh, gaat nu uh, over uh, het stelsel. Het uh, gaat over het stelsel hierover. Dit moet een ander maar feiten, transparantie, verantwoording in die zin afleggen. Ik, ik zie niet in... Natuurlijk zal dat af en toe spanningsvol zijn. En in de periode overigens van de, de lijst Fortuin en alles wat daarachter... heeft dat ook fantastische spanningen te, teweeg gebracht. Maar... Mijn ervaring met, het, met Nederlandse ambtenaren is dat ze niet apolitiek ah, zijn, want ze zijn natuurlijk best ook politiek bezig en hebben bepaalde wensen die ze proberen te realiseren. Maar het is wel buitengewoon loyaal. Ja, ja. En dat moet je zo houden, ja. maar het is niet. Op het moment dat iemand als ambtenaar heel erg op het politieke vlak. Treed, dan gaat er dingen natuurlijk heel erg fout. Een van de voorbeelden vind ik nog altijd het, 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 de, 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 de discussie tussen uh, Arthur Dokters van Leeuwen en de minister van Justitie, om het zo maar te zeggen, en alles ja. wat daarmee samenhangt. Of Zweden van Wijnberg. Uh, dan zie je van dat economische Zaken. Het, dan, dan zie je dat het ja, daar dan gaat het fout. Gaat het uh, want de politici vinden dat uh, televisie, kranten en radio zijn van hen, en de nota's zijn van de ambtenaren. Maar als je als je dat zo houdt, um, hou je de minister aldoor volledig in zicht. Terwijl ja. je de hardende, hardwerkende massa daarachter, die gewoon de feiten ook beter kent en moet kennen dan de minister dat doet, of staatssecretaris, zou ik. Groot voorstander van zijn om te breken met die Oekase kok Dat staat ook overigens uh, wat, wat, wat omvloerst in het rapport van de ja. Staatscommissie Parlementair ja. Stelsel. Ja. ja, dat is misschien aardig inderdaad om, om daar ook nog eens even uh, naar te kijken. Want uh, zeg maar, jullie hebben uh, in, in die Staatscommissie Parlementair uh, Stelsel voorgesteld om een wet op te Overheidsorganisatie, uh, uh, zeg maar, om, om die vorm te geven. Wat, wat is daar exact de achterliggende bedoeling? En uh, in dat rapport uit 2003 zeggen jullie nee, niet een wet op de overheidsorganisatie, maar een wet op de zelfstandige overheidsrechtspersonen. Daar is, dat is als het ware nauwer. En nu ben je kennelijk tot de conclusie gekomen: het moet toch breder. Maar kan je aangeven wat? Wat de achterliggende gedachte is van die wet op de overheidsorganisatie van de staatscommissie, waar jij vicevoorzitter van was? De, de, um, het zijn nu eilandjes en het overzicht ontbreekt, mm -hmm. en, en, en probeer daar een logica in te brengen, die je ook in een wet op de overheidsorganisatie zou kunnen verwoorden. Waardoor je de discussie overigens weer terugkrijgt. Van wat is dan hoe word dan je dan? En, wat is hoe het ordeningsprincipe? Dan? ja. 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 Ja, is, dat was niet meer de taak van. Maar als je okay. kijkt naar het parlementair stelsel. heel essentieel daarvan is overheidsorganisatie. Ja. Um, en, en nou ja, daar, daar, dat, is, dat is de gedachte, de grote Oké, okay. okay. dus het, het is geheel. eigenlijk zeg maar door uh, te ordenen. welke taken, zeg maar, helemaal rechtstreeks in het verkeer minister-parlement vallen. en welke. Uh, ...daar uh, het, zeg maar, enige afstand van ja. hebben om, om daar aan een aantal criteria ja. te hangen... ...zodat helderder wordt uh, zeg maar, waarop de politiek verantwoordelijken direct ja. aanspreekbaar zijn. En, dus de vertaling ja. van de commissie-Smit, het... commissie-Koonstam. Ja, precies. Maar nou is in een, in een, in, in ja. een, een afsprakenserie ja, die precies. ook uh, letterlijk neergelegd uh, ja. ja. wordt. Ja. En, en zo probeer je eigenlijk uh, een uitweg te zoeken tussen de spanning enerzijds uh, in het verkeer tussen parlement en minister, om de minister voor alles verantwoordelijk te houden. Uh, 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 ik, ik vind zelf een uh, mooi voorbeeld daarvan eigenlijk het, het, het Kamerdebat over de sluiting van het ja. Dan denk ik, ja. ja. Ja, dat heeft... Als zodanig, kijk, je, je zou de minister kunnen aanspreken als daardoor een enorm gat zou vallen in het stelsel van uh, ziekenhuiszorg. Maar dat is niet het geval in een stad als Amsterdam. Maar je ziet, je ziet dat het toch voor de Kamer lastig is. Ja, voor de Kamer lastig en voor de minister, en voor de lastig. minister lastig. En eigenlijk ja. zou ik hopen ja. uh, dat we ministers en staatssecretarissen hebben die zeggen tegen de Kamer: dat is een hele goede vraag, maar dan gaat u. Nog ik over. Ja, 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 ja oké. Daar hangt het natuurlijk ook ja. mee samen. Soms is, dat, soms is dat natuurlijk als er heel veel ja, commotie is. commotie is, is dat een heel lastig uh, standpunt, maar je, je, je ziet dat het heel lastig voor ministers kan zijn om dan toch in het debat toezeggingen te moeten doen die ze vervolgens niet waar kunnen maken. Dus ja, dan, en dat is natuurlijk uiteindelijk. Niet alleen voor de minister, maar ook voor de politiek en uiteindelijk voor de overheid heel slecht. Er ja. worden toezeggingen gedaan. In zaken waar, de, waar, waar ze niet meer over gaan, dan wel beperkt. Wel beperkt. Dan en en dat gaan. wil je eigenlijk met zo'n wet op Probeer de overheidsorganisatie. In elkaar en, en eerder met de wet op de zelfstandige overheidsrechtspersonen, ja. eigenlijk ligt dat ja. dan toch in elkaars verlengde als ik het uh, ja. als ik het zo uh, uh, zie ja eigenlijk hebben we het ook al we hebben het nu eigenlijk ook over de spanning tussen de integrale ministeriële verantwoordelijkheid en en de zelfstandigheid van bepaalde overheidsonderdelen uh, aan het begin van dit gesprek noemde je ook als als voorbeeld, uh, die regionale toetsingscommissies en uh, en de noodzaak om daar toch enige afstand te creëren tussen de ministeriële verantwoordelijkheid en het functioneren van uh, dit uh, orgaan. Uh, is, als, je, als je nou terugkijkt, hè, dan, dan zeg, je, zeg je dan in 2003 zeiden we nee tenzij, en dat geldt wat mij betreft eigenlijk nog steeds. Ja. Ja, 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 precies. <laughs> ja. Uh, uh, there's system in my madness. De overheid is zo ongelooflijk essentieel onderdeel, ook in de samenleving als geheel, ook naar individuele burgers toe, trouwens, niet naar zozeer naar consumenten, maar naar burgers toe, mm -hmm. um, dat je. Dat je Daarin um, helderheid moet creëren, houden uh, en, en er dan op voor staan. En naar de mate dat je zaken op afstand neerzet, uh, daar, daar aan vasthouden. Ja. Um, en niet vlaggenstokken houden waar je niet meer over gaat. Ja. En wat, nog even daarop terugkomend, je, je zei net, en denk ik terecht. Dat je eigenlijk afstand neemt van het idee dat je een min of meer zelfstandige positie nodig hebt om bedrijfsmatig beter te kunnen werken. Kan je daar nog iets, iets meer over zeggen? Want dat is inderdaad destijds een argument geweest. Hè? Soms om te privatiseren. Nou, laten we zeggen de staatsdrukkerij, daarvan kan je je voorstellen dat uh, dat dat je dat heel best naar de markt kan brengen. Uh, bij de, de telefonie Frans was het al lastiger. Staatsdrukkerij he? was ik tegen. Ja. <laughs> ja. Ik, en toen ik nog staatssecretaris en over en, en, en ja over over staatsuitgeverij ging. Ja. Het idee, ik weet wel dat het onzin is, maar <laughs> de, 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 de derde dinsdag in september, um, sorry maar die miljoenennoten hebben we niet gedrukt gekregen, want ze staken in Italië. <laughs> ja, ja. Um, uh, en ik weet wel dat je, uh, druk is helemaal niet meer van de, ik de tijd Ik wou niet zeggen, dus gelukkig kan zit, je hem elektronisch... <laughs> <laughs> maar tegelijkertijd, paspoorten, geld, ja. um, staatsstukken, om het zo maar te zeggen. Uh, ik, 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 ik vond het uh, kwestieus. Ja, ja. Uh, of, je, of je dat uit handen moest geven. Mm -hmm. uh, waarom zou een overheid niet efficiënt en effectief kunnen werken? Ook in, het, in, in de productie van aangelegenheden die desoverheids zijn. Zoals geld, paspoorten, ja. uh, Miljoenennota's, even flauw gezegd. Dat gaat verder dan dat. Mm -hmm. um, het heeft er bij mij nooit ingewild dat dat per se. In een marktsetting moet worden geplaatst om het vervolgens glanzend aan burgers te kunnen dienen? Ik weet wel dat, 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 dat ik vind dat de overheid zich tot de burgers verhoudt als een overheid ten opzichte van burgers en niet als een overheid ten opzichte van klanten. Ja. Ja. Uh, stelling van Herman Zink ja, ja. Willink bijvoorbeeld, ja, ja. die er heel ja, ja. sterk in is. Uh, dat, maar, maar waarom zou je niet efficiënt en effectief diensten kunnen leveren die je? Uh, des overheids vindt. Ja. Ja. Waarbij, dat zie je nu aan het debat rondom de Belastingdienst, uh, uh, laten we zeggen, uh, waarbij als je rechtstreeks onder de tucht van het budget valt, het soms lastig is. Je kunt in het gedrang komen met de noodzakelijke investeringen om, uh, laat ik zeggen, je, uh, je hele uh, bedrijfsmatige infrastructuur op een zodanig pijl te houden dat je... Op termijn je taak kan blijven vervullen. Ja, maar goed, dat is het. Precies. Verantwoording afleggen. Ja. En vervolgens zeggen, jongens. Ja. Er moet geld uh, bij. Er moet me. geld bij. Ja. Uh, 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 ik, ik heb een heel curieus klusje nu. Ik ben voorzitter van het bestuur van de Dataprotectieautoriteit in Jersey. Uh, voor alle helderheid, ik verdien er bijna niks mee. Dus nee, want in dus niet Jersey de, is het een nee, 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 ja, en, en, <laughs> en privacy is een. Het uh, mensenrecht. Mm -hmm. uh, uh, moet de overheid die entiteit die toeziet op de naleving van privacy financieren? Nederland, ja. het geval. Ja. Maar in Engeland en daarmee tot op zekere hoogte in Jersey. Moet het bedrijfsleven, degene ja, ja. die met data werken, ja. daarvoor betalen? Dat is ook bij keuringen in Nederland. Ja, he? bij ja. sommige ja. keuringen. Het, dat, dat, ja. uh, daar, daar, dat is natuurlijk een prachtig dilemma. Ja. Um, uh, financiering rond te krijgen, uh, budget rond te krijgen. Uh, moet je dan op armslengte van de overheid niet van belastinggeld af afhankelijk zijn? Of moet je het ergens anders gaan halen? Um, het, misschien moet je in het midden ergens uitkomen en zeggen: van, luister, in de, in, in de situatie van privacy. Um, de overheid heeft die wetgeving ook na te leven en wordt dus ook daarop toegezien door, um, door uh, de, de autoriteit persoonsgegevens. Aan de ene kant. Aan de andere kant zijn er bedrijven die waanzinnig veel geld verdienen uh, met, het, met handel, ja. uh, verzamelen en handelen. De Googles en, en de de Apples Googles van En, deze wereld. en, en nou ja, laat dan hen ook uh, een relevant deel mee betalen aan het budget. Ja. Ik vind wel dat bij de Belastingdienst... Um, ik denk dat er overigens bestuurlijk-politieke fouten zijn gemaakt door de Kamer niet op een gegeven moment voor te houden of je ja. eigen, in de treivenzaal, de eigen ministers. Uh, er, er uh, moet uh, gewoon geld bij. Er moet gewoon geld bij. Ja. Uh, uh, Goedkoop is in dit geval echt duurkoop dat ja. blijkt ook ja. in de sfeer van de Belastingdienst. Ja. Ja, maar eigenlijk zeg je puur alleen uh, het bedrijfsmatige argument is voor mij onvoldoende om... om te kiezen voor een zelfstandig bestuursorgaan of voor uh, het te ver op afstand plaatsen. Daar moeten een aantal uh, zeg maar, motieven aan ter grondslag liggen die hebben te maken met het uitoefenen van openbaar gezag. Ja. Nou, dat dat ja. is eigenlijk de, de ja. kern van. Ja. Van je, van je stelling. Ja. En dat is niet veranderd ten opzichte van het nee. rapport uit 2000, nee. uh, 2003. Nee. Nee. Dat... En als ik nog één ding, wat er, wat er helemaal niets mee te maken heeft, want ja? dat ik het wel aardig vind om, om te zeggen, de, de, de staatscommissie parlementair stelsel heeft twee rode draden neergelegd. En dat vertakt zich naar die 86 of 84 aanbevelingen die je ja, ja, gedaan Ja, hebt. het is een lijvig rapport. Ja, een rapport geworden. En een van de, 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 een van de twee rode draden die tot nu toe in de publiciteit te weinig aandacht heeft gekregen en naar mijn gevoel veel meer zou verdienen, is dat binnen, de, binnen ons stelsel het evenwicht tussen democratie aan de ene kant en rechtsstaat aan de andere kant intact moet blijven. Mm -hmm. En dat je ziet, um, en dat heeft natuurlijk ook met dit. Met zit en ZBO te maken. Uh, hou het, het samen, hou het in evenwicht. En je ziet in een aantal landen, niet direct om ons heen, maar daarbuiten: Polen, Hongarije, Turkije, tot op zekere hoogte in de Verenigde Staten, uh, dat het uit, het uit het lood aan het slaan is. De democratie uh, aan de ene kant, de en de rechtsstaat ja. aan de andere kant. Ja. Um, ZBO's, zelfstandig voor zelfstandiging, hebben daar natuurlijk ook mee te maken. Hou die overheid zichtbaar. Overheid die ten diepste een aantal doelstellingen van die democratische rechtsstaat nastreeft. En dat is bijvoorbeeld ook gelijke behandeling. Ja. Um, elementen die daarin zitten die je niet naar de markt over moet hevelen, die je bij de overheid moet houden om het evenwicht ook te garanderen tussen die twee. Het is volgens mij echt de volgende oorlog. In de twee eerdere oorlogen, één keer zijn we neutraal gebleven, dat heeft heel veel geld opgeleverd. Eén keer zijn we neutraal opgeleverd en dat heeft... Alle, hebben we hebben neutraal gebleven en hebben we... Zijn we onder de voet gelopen. En dit is een oorlog waar je absoluut niet neutraal in mag blijven. Ja.